Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met vrij veel wolkenvelden boven Nederland. Af en toe een klein gaatje in het wolkendek, zodat de zon er even doorheen piept. En hier en daar valt uit de bewolking ook wat lichte motregen. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar vanavond kan er dus plaatselijk een spatje motregen vallen. En net zo plaatselijk is ook die enkele opklaring die we in het weerbeeld zullen zien. Temperaturen liggen de avond rond de graad of 16, gaan vannacht nog wel verder omlaag. Uiteindelijk minimumtemperaturen rond de graad of 12 op de meeste plaatsen op een enkele plek als het even Opklaart iets lager. Hier en daar nog een spatje motregen, met name in het zuidoosten van het land. Dan gaan we naar morgen en dan beginnen we nog met wat motregen hier of daar, maar in de loop van de dag wordt het droog en in de loop van de dag breekt van het westen uit de zon ook vaker door. De wind blijft noord tot noordwest en matig doorwaaien, betekent ook dat we nog steeds een frisse aanvoer hebben, zodat de temperatuur niet veel verder komt dan 16 tot maximaal 20 graden. De wind gaat draaien naar een zuidwestelijke richting en dat betekent ook dat het kwik omhoog gaat. Donderdag bijvoorbeeld kan het in het oosten 23 graden. Worden net als vrijdag. Maar er is wel een verschil. Donderdag gaat het in de loop van de dag van het westen uit regenen. En vrijdag is het op de meeste plaatsen droog met ook minder wind. Dan is het zaterdag weer wat natter. Maar die neerslag komt waarschijnlijk pas in de loop van de avond. Dus groot deel van de Zaterdag verloopt ook nog steeds droog. Nog even iets verder vooruit kijken. De kans op echt fraai zomerweer, ja, die is er wel degelijk. Zaterdag kan het hier en daar behoorlijk warm worden, misschien zelfs 25 graden in het oosten van het land. En dan heel voorzichtig zien we begin volgende week dat de kansen op zomerweer ook weer wat beginnen te stijgen. En dan hebben we het over 25 graden of meer. Over 30 graden of meer zullen we het voorlopig nog niet hebben. Die kansen zijn er wel, maar die zijn nog niet zo groot. We houden het de komende dagen voor u in de gaten. Ik ben Marco Verhoef. Vanweerplaza.nl